Dit is het RTI Nieuws van donderdag 18 november met vandaag... Oplichters actief in wijk Kerklanden. Symposium Brede Scholen. Succesvolle start poppodium De Vorstin. Winkelcentrum Seinhorst, 10 jaar. Een stel oplichters waren afgelopen maandag actief in de wijk Kerklanden. Bij particulieren probeerden zij zich naar binnen te kletsen in de hoop spullen te kunnen stelen. Het duo deed zich voor als vertegenwoordigers van Veilig Wonen. Zij hadden de smoes dat in de wijk veel woningovervallen en woninginbraken worden gepleegd. En zij wilden de bewoners wel een advies geven. Een aantal bewoners van de Armaniushof vertrouwden het niet en belden de politie. Niemand heeft echter de oplichters binnengelaten en voor zover bekend is er niets gestolen. Gisteren werd op de Titus Brandsma School het symposium Breder dan School gehouden. Dit werd door de gemeente en de 6 brede scholen uit Hilversum georganiseerd. Deze brede scholen gingen afgelopen schooljaar van start. De opening werd verricht door wethouder Erik Boog. Brede scholen, dat zijn eigenlijk samenwerkingsinitiatieven tussen het onderwijs van de ene kant, de kinderopvang, welzijnswerk en allerlei partners op het gebied van sport, cultuur, natuur, die ook na school activiteiten kunnen aanbieden. En de bedoeling is van brede scholen dat er eigenlijk volgens één pedagogische visie wordt gewerkt, zowel in het onderwijs als na schooltijd bij de instellingen, zodat kinderen zeg maar volgens één visie, één leerlijn onderwijs krijgen. En het is natuurlijk heel goed als dat heel eenduidig gebeurt. Dus daardoor kunnen kinderen zich beter ontwikkelen. We hebben nu 6 brede scholen in Hilversum. We zijn in Hilversum begonnen eerst met 3 pilotscholen om te proberen van wat betekent het nou om een brede school te zijn. En uiteindelijk hebben 6 scholen zich aangemeld, verspreid over heel Hilversum, die een brede school willen worden. En de komende tijd zullen we met die 6 scholen dus bus verder gaan. Aanstaande vrijdag wordt er in Platform H uitgebreid aandacht besteed aan de brede scholen in Hilversum. Ruim 1 maand eerder dan verwacht sprong de bezoekersteller van poppodium De Vorstin over op de 10.000ste bezoeker. Tussen 2 september en 5 november bezochten ruim 10.000 mensen het Hilversumse podium. Vooral de dagactiviteiten trok veel publiek. De concerten die er in het weekend plaatsvonden werden ook drukker bezocht. Vooral de danceprogrammering in het weekend trok ook meer bezoekers dan verwacht. Na een moeilijke en erg late start mag er gesproken worden van een succesvolle eerste 2 maanden. Als de ontwikkeling zich voortzet, wordt de prognose van het eerste jaar overschreden. Tien jaar geleden werd er op het voormalige Philipsterrein een modern winkelcentrum gebouwd. Dit winkelcentrum Seinhorst moest plaats bieden aan 6000 vierkante meter winkelruimte, een ondergrondse parkeergarage voor 200 auto's en 104 appartementen boven de winkels. De winkeliers van Seinhorst willen dit 10-jarige jubileum groots aanpakken. Zo zal er zaterdag 20 november een Piet Pretplein op het terrein van het winkelcentrum verrijzen. Zwarte Piet heeft dan de leiding. Ook wordt er een consumentenactie gestart waarin maar liefst 10 feesttaarten uitgereikt worden. En elke zaterdag is er tot aan de kerstdagen iets te beleven. Een vreemde, gestoorde en psychedelische talkshow waarin het laatste woord nooit over zal vallen. Naast de opera- en pindakaasversie van de Staat van Verwarring is er nu ook een Staat van Verwarring voor het theater. Ronald Snijders maakt een bijzondere show met eigenzinnige interviews met bijzondere gasten. Met de Staat van Verwarring ben je nog veel verder van huis. Het begint om 8 uur. Zeer gemengd, zou ik zeggen. We zijn het in Hilversum, dus ik heb geen idee. Soorten, kleuren. Ja, zo zie ik Hilversum. Dan hoop ik dat ik hier niet meer woon.
steeds rommelig. Nee, misschien ook weer dan weer wel, want dan heb ik kinderen en dan vind ik het wel leuk dat ze hier opgroeien. Durf ik niet te zeggen. Ja, ik denk meer jongeren. Ja, een stuk moderner in ieder geval. Ik heb geen idee. Nou, ik denk dat het er niet veel op vooruit gaat.